Sony Media. Ik ben Isa Roes. Ik ben Mark-Marie Huijbrechts. Welkom bij Mark-Marie en Isa vinden iets. Hoeveel sterren geven wij? Duitsland. Nou ja zeg, daar zijn we dan. Duitsland is het thema. Duitsland, ja. Ja. Jawohl. Ik weet niet waarom ik dat zeg. Dat is echt heel raar. Ja. Nee, dat is echt heel raar. Dat is het thema. We hebben een suikeroom. Wederom. Ja. Hello Fresh. We hebben... Ja, ligt de oranjes. Oh. Dat is een royalty special. En, is dit nou zo'n blad wat mijn ouders bijvoorbeeld vroeger hadden? Zo'n, is, of was dat iets heel anders? Het kost €5,99. Dat vind ik super duur. Euro. Oh. Ja, nou. Bijna €6. Al die bladen zijn hartstikke duur. Dat is 13 gulden. En dat mag niet. Dat kan echt niet meer. Ja, maar ja, ik nou ja, goed. Dan we gaan het er straks over hebben. Dan ging ik met Anthony op vakantie naar Amerika. En de tijdsverschil. En zei dat in Nederland is het nu. Zei ik, nee, we zijn hier. Ja. En die euro die is er echt al best lang. Hè. Kun je niet meer hebben. Nee, zeker. Gaan, dus. Maar soms heel ja, soms. Ja, ik snap het. Dat denk je even realiseert. Nog, jezus, realiseer jezelf dat we nou gewoon €9 voor een kop koffie betalen. Of 9 gulden. Of water. Ja, precies. Smaakje. Maar goed, soms heel soms denk je dat nog wel. Dat mag ook. Dus het thema is Duitsland. We gaan het over de oranjes hebben. Ze ook een beetje Duitsland, toch? Want die zijn allemaal half Duits. En dan hebben we nog moderne etiketten. En moderne etiketten. Of je een leugentje mag vertellen als je weg wilt tijdens een date. Gaan we het zo over? Ja, of moet je gewoon eerlijk zijn? Je staat me niet aan. Je ruikt een beetje uit je mond. Ik ga. Ik vind die kop niet leuk. Ik weet niet wat het is, maar je staat me niet aan. Je kop staat me niet aan. Staat me niet aan. Ja. Is niet persoonlijk. En ik ben eerlijk. Dus wen er maar aan. Maar ik wil wel graag een nieuwe afspraak. En jij betaalt, toch? Dus je gaat naar jou. Dag. Oh, ik krijg een telefoontje. Ik moet gaan. Dat allemaal. Hoe was je week? Hoe was jouw week? Ik eerst? Ja. Het wordt een ritueeltje. Ik was helemaal vergeten te vertellen dat ik alweer een tijdje geleden naar Coldplay was geweest. Oh? Dat ik last minute bijna niet naar Coldplay was gegaan. Want wat ik kon last minute met iemand mee. En ja, die had gewoon kaarten. En ik moest echt binnen een half uur moest ik daar zijn om daar naartoe te gaan. Oh. Maar ik was echt zo, ik ben een beetje moe. Dat ging door mijn hoofd. Dacht ik, sorry, Isa, kom op, je mag naar Coldplay. Hoe leuk is het? En ik vond het een superleuk concert. Het was zo vrolijk. Het was zo fijne energie. Oh. Ja, ik vond de voor... Hoe heet ze nou? Griff? Ah. Zangeres was heel leuk. Maar dan moeten we eigenlijk wel weten wie dat is. Ja. Ja, Chrisje gaat even kijken hoe ze heet, die zangeres. Fijn. Ja, want kende je nummers van Coldplay? Ben jij wel een beetje op de beetje hoogte? Is goed. Ik ken echt wel nummers en ik vind het een coole band. En ik zag dus gewoon hoe cool ze zijn live. Ja, ja. En het is gewoon leuk om met z'n allen in zo'n stadion te zijn en dat met elkaar te delen. En ze hebben zo'n fijne energie. En het zag er waanzinnig uit, het artwork. Het was geweldig. En het leuke vond ik dat hij op een gegeven moment zei, deze avond is uniek. We zijn nu met elkaar. Dit maken wij nooit meer mee. Deze samenstelling, dit moment. Zullen we het volgende nummer allemaal de telefoons wegdoen? Toen dacht iedereen, nee! Ja, en dat deed iedereen tot een halve minuut of een minuut. En dan zie je toch weer langzaam de telefoon. En denk ik, is dat toch jammer. Want ik vond het zo leuk. Ik dacht, en dan had ik het later met Vlinder. Ik was met Vlinder en allerlei vriendinnen. En ik dacht, hoe ervaart zij dit dan? Zij zei, ja, ik snap het eigenlijk wel. Want zij is natuurlijk opgegroeid met een telefoon. Ja. Maar ze zei ook, ja, ik snap het wel. Want dan is het gewoon een herinnering die je met elkaar deelt. Ik zei, ja, zo was het bij ons natuurlijk vroeger. Ja, zo je was vertelt het. Erover. Ja. En dan, ja, zeg dan ander, oh, dat wil ik ook. En niet omdat je al die filmpjes al hebt gezien. Nee, je hebt meestal wel een foto dan. Een foto. Ooit gemaakt. Ja. Ja. Ik heb een verhaal van een koor dat ging op naar Rome. En er was een non, een zuster, die ging de foto maken. Zij was hoofdfotomaker. Dus zij had in onze tijd, zeg maar, dat is lang geleden. Dus ze had fotoapparaten. Ze had, nee, iets dichter bij elkaar. Nee, iets dichter bij elkaar. Nee, hartstikke goed. Nou, dan daar weer, nee, iets dichter. Kwam ze thuis, was ze vergeten om een rolletje erin te doen. Oh. Dus zij had heel de tijd gewoon met een lege foto te stellen. Klik, ze deden iets meer. En ze hadden allemaal, dus er was geen enkele foto meer van die hele reis. Ja, maar mensen hebben toch een herinnering van die reis. Zeker. Dus op zich is zo'n foto, ja,
Heel vroeger hadden ze natuurlijk, snap je? Nooit. Dan had je, een mammoet de grot ingetrokken. En dan had je van die reis had je geen enkele foto op. Ik zit het even voor me te zien hoe dat dan... Nee, maar ik bedoel, snap je? Dat was natuurlijk in die tijd ook... Op een telefoon vast te leggen en te delen met de hele wereld of RTL Boulevard. Nee. Kijk, mij eens in die grot zitten. Ja. Nee. Nee, dus het is op zich ook wel... Ik heb ook een keer een concert meegemaakt van Prince. En die zei dat ook. Zullen nu allemaal, dat is heel klein. Oh, te gek. Ja, iets met 200 mensen of zo. En die zei van, zullen we allemaal eventjes de telefoon wegdoen? Maar ik zeg, graag, want dan kon ik er lekker overheen filmen. Griff. Ik zei het goed. Leuke zangeres. Oh, goed zo. Aziatische zangeres. Heel leuk. Nee, dus het is belangrijk om in het moment te zijn. Ja, en toen dacht ik, stel nou dat we allemaal die telefoons niet mee mogen nemen. En dat je een wegwerpcameraatje mee mag nemen. Dus wel foto's. Dat lijkt me heel leuk. Bij een concert, je kijkt me aan. Nou, ik denk... Ja, dan zit dus nog iedereen zo. Nee, maar dan heb je, kan je een paar foto's maken. Maar nu wordt er eigenlijk constant gefilmd. Er zijn fans die staan de hele tijd zo naar dat concert te luisteren. Dat je denkt, gaat die telefoon nog een keer naar beneden? Ja, ja, dat is echt wel irritant. Dat is echt wel van deze tijd, ja. Ja. En ik denk, wat maak je er nou echt van mee? Nou ja, goed. Dat was wat ik nog even wilde delen. En ik wilde ook nog even terugkomen op dat ik naar Kopenhagen was geweest. Ik weet niet of jij dat weet, maar ik compenseer dat altijd met bomen. Ja, wat? Nou, dat vliegen. Omdat ik me daar natuurlijk wel slecht over voel. Ja? Dat ik in een vliegtuig, want jij zei er vorige keer heel lief, niks over. Maar ik stap natuurlijk dan wel in een vliegtuig. Ja. En ik compenseer dat met bomen. Trees fall. Dat is geen suikeroom, maar ik vind het wel heel mooi dat dat kan. Maar, dus er worden bomen geplant. Nee, dat snap ik. Maar volgens mij is het niet de bedoeling van die bomen... dat je denkt, echt, en blijft iedereen maar zoveel vliegen als je wil. Als je maar een boom neerzet, is prima hoor. Nee. Ga maar lekker... Maar ik ga nu ook met de auto. Maar ik vind dat je sowieso moet doen wat je zelf wil doen. Dus want het leven is, snap je... Ik denk altijd, ja, het milieu houdt het echt nog wel 50 jaar vol. En... Het zal mijn tijd wel duren. Maar ik bedoel natuurlijk niet zo bot. Oh. Want ik vind heel erg dat ik heel erg aan recyclen en zo. Maar die toekomst maakt jullie zo wel uit. Met de rest van ons achter ons. Belangrijk voor jullie kinderen en zo, en zo. Maar er zijn wel kinderen die ik zie ergens. Ik denk, nou, zou ik niet erg vinden als die het wat warmer zou krijgen. Maar goed. Ik heb het ook best warm. We zitten nu inmiddels in een tijd. Want nu bijvoorbeeld is natuurlijk dit jaar nog komen de verkiezingen eraan en zo. Mm. En ik ben bijvoorbeeld heel blij met Frans Timmermans. Ja, dus ik ben blij dat hij terugkomt naar Den Haag. Want dat vind ik zo'n heel goed iemand. Dan denk ik, oh, nou, die vertrouw ik wel. Ja, dat is wel waar. Die is wel heel vertrouwenswekkend. Niet op het woord. En wat zo grappig is, dat hoe meer rechtspartijen daarop... want ze vinden hem heel een enorme bedreiging. Daarom zijn ze zo bezig om hem te beschadigen. Maar hoe meer ze hem beschadigen, hoe meer mensen denken... oh nee, maar dan is dat toch echt een heel goed alternatief. Ja, ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik doe even zo. Nou, heel goed. Want er was laatst een artikel over... mensen in Mallorca, geloof ik. Daar mag je niet meer je handdoeken klaarleggen aan het zwembad van een hotel om 6 uur 's ochtends. Dat zou het nergens mogen. Nee, maar goed. Ja? En ik had in de podcast met Jan Uriot. En Jan zei, ik zou dat ook doen. Ik zou gewoon mijn handdoeken neerleggen. Echt? Ja, grappig hè. Ik ken niemand die het zou doen. Maar daar mag je vanaf 10 uur, dus voor 10 uur, halen mensen van het hotel halen die handdoeken weg. En... dus dan gaan mensen allemaal apart ontbijten om dan bij die handdoeken te blijven. Ja, het is een soort heel treurig jaar. Dus dan gaat ze dat doen. Maar goed, toen vond iedereen van, die toeristen waren verschrikkelijk. Maar nu las ik dus dat de bevolking van Benidorm, die doen dat ook. Oh, zelf. Dus die gaan naar het strand, 's ochtends vroeg, heel vroeg. Leggen ze allemaal spullen. Gaan ze thuis ontbijten. Ja. Dat is ook grappig. Echt? Om die Britse toeristen voor te zijn. Die anders het hele strand innemen. Strand, ja. En zij vinden van, wij hebben ook recht op het strand. Wat ook zo is. Het is ons strand. Ja, maar ik wist dus helemaal niet dat de lokale bevolking dat ook deed. Ja, het is gewoon een oorlog. Grappig, hè? Ja. Ja. Dus het is belangrijk dat je dan... toch je handdoek neerlegt. Ja. Kan je lekker... Dat is toch onze tip dan nu? Ik zou gewoon lekker je handen ergens neerleggen. Maakt niet uit waar. Maar dat is jouw plekje dan. Dat is onze tip. Lekker blijven vliegen, af en toe een boom ergens neerzetten. En er gewoon lekker... een handdoek neerleggen. Ja. Dat is eigenlijk... sociale boodschappen brengen wij over zich. Maar wel links stemmen. Maar dat dan weer wel. Ja. Maar goed, hoe was jouw week? Nou, mijn week was goed. Ik moest laatst ineens denken aan... We hadden vroeger een buurman. En die...
Die is neergestoken op het stadionplein. En ik moet eerlijk zeggen, ik kan dat nooit begrijpen bij mensen. Maar hij was daar wel heel zijn leven naartoe aan het werken, vond ik. Want? Nou, hij was zo negatief en na tegen mensen dat ik altijd dacht, let nou op. Want je roept steeds een beetje, je roept nooit over jezelf uit natuurlijk dat iemand je neerzet. Alleen hij was zo, ik weet nog wel, dat dan zat hij voor zijn deur altijd in een strakke, nou niet altijd natuurlijk, want in de winter natuurlijk niet, maar als het dan zo was, zat hij niet. Maar in de strakke zwembroek zat hij dan op een stoel. En dan kwamen wij thuis, net woonde ik nog met mijn zus, kwamen wij thuis en dan begon hij gewoon in het blauwe hinein begon hij al dingen te zeggen. Die waren voor ons bedoeld, maar hij zei het niet tegen ons. Oh, niet rechtstreeks. Dus dan kwamen wij thuis en dan zei hij, nee, wij wonen hier zonder woonvergunning. Wij zijn maar gewoon, en dat was helemaal niet, wij mochten daar gewoon wonen. Maar dan stond er wel 3 dagen later in van de gemeente voor de deur. Nee. En ja, en toen was ik een keer, ik weet niet of ik dat al een keer vertelde, maar toen was ik op vakantie geweest met de trein naar Italië. Mm. Dat was toen zo, maar dat deden we nergens om, maar toen ging ik met de trein. En toen hadden mensen een brief gestuurd daar naartoe. En toen waren we eigenlijk alweer terug. Dus die hadden die mensen in Italië hadden die brieven doorgestuurd, maar net naar het verkeerde nummer. Dus die waren waarschijnlijk bij hem terechtgekomen. Dus toen moest ik met hem praten. En ik vond dat echt verschrikkelijk om naar hem toe te gaan om iets te vragen. En dat was echt zo'n nare, zo'n verschrikkelijke man. Dus, hoezo is hij neergestoken? Ja, dat weet ik ook niet precies. Hij zal wel iets gezegd hebben. Hij zal wel iemand beledigd hebben. Ja. Maar jij was het niet? Nee, ik was het niet. Zal ik wel agressie hebben opgewekt of zo? Nee, maar ik bedoel, sowieso, je moet natuurlijk nooit iemand. En er verdient ook iemand niet. Maar hij was echt. Dus toen kwam ik bij hem. Hij zat weer voor zijn deur in zijn zwembroek. En toen zei ik zeg gewoon, buurman, ik wou vragen. Is er misschien een brief van mij bij u gekomen? Toen keek hij me aan, zei hij. Nou, buurman of buurvrouw, dat weet ik niet. Er is hier. Dat zei hij. Echt zo, dat je denkt, ja, Jezus, hou gewoon je mond, weet je. En ik wist gewoon dat het daar aankwam, want het heeft gewoon weggegooid. Hij zei ook nee, niks, nooit iets gezien en nee. Echt een verschrikkelijke man. Maar is goed, je uitdrukking ook alweer? Beter een vriendelijke buur dan een goede buur dan een verre vriend. Dan liever die verre vriend. Ja, bij hem wel. Gewoon, maar meestal is het natuurlijk wel. Meestal is het heel fijn om goede buren te zeker hebben. Dus ben ik wel gezegend sindsdien, want wij wonen daar al lang niet meer. Nee. Het thema, of heb je nog zoveel, maar er komt andere keer weer. Oké, nou ja, wat je wil. We gaan naar Duitsland. We gaan op reis. We stappen in de auto. En we gaan. Zo grappig, want Duitsland is natuurlijk, ja, het is een buurland. Ik denk altijd een beetje dat wij over Duitsland denken zoals Belgen over Nederlanders denken. Oh ja? Ja, dat denk ik altijd. Want Belgen vinden Nederlanders? Ah, die vinden het druk en vervelend en rechtstreeks. En dat vinden wij van Duitsers, zeg nee, je? Dat bedoel ik eigenlijk niet. Ik bedoel eigenlijk, ik denk dat Duitsers niet zoveel over Nederlanders nadenken. Oké. Ze zijn daar niet zo erg veel mee bezig. En hebben ook niet we hebben ook geen grapjes over Hollanders of zo. Nee. En Nederlanders vinden Belgen eigenlijk altijd hartstikke leuk. En die Belgenmoppen zijn ook al helemaal niet meer. Dat was vroeger iets, maar dat is tegenwoordig helemaal niet meer. Maar volgens mij vinden Belgen Nederlands wel vrij irritant. En dat is volgens mij met Nederland met Duitsers ook. Nederlanders vinden Duitsers belangrijker dan Duitsers Nederlanders. Dus als je naar Duitsland gaat, want ik heb niet het idee dat Duitsers Nederlanders irritant vinden of zo. Nee, denk ik ook niet. Maar kom jij veel in Duitsland? Nou, wij komen wel geregeld in Duitsland. Omdat vanuit Tilburg ben je eigenlijk zo in Duitsland. Ben je binnen een uur of zo, weet ik wat. Nee, dat begrijp ik. Maar wat doe je daar dan? Want ja, je kan overal naartoe rijden. Maar waarom ga je naar Duitsland? Je bent er zo. Stap in. Nee, je bent er zo. Kom, we gaan gewoon. We gaan lekker naar Duitsland. Waarom dan? Nee, dat maakt me niet uit. We zijn er zo. Stap nou gewoon in. Doe niet zo moeilijk. Ik zeg dat je er zo bent. En zo duurt het nog langer, hè? Gaat dan van jouw tijd af. Gaat dan van jouw tijd af. Nee, vertel. Waarom ga je naar Duitsland? Nou, omdat het zo lekker niet is. Nee, maar als je naar Parijs zou doen, maar als je naar Essen. Maar waarom ben je naar Essen? Nee, maar Essen wat is nou een rotvoorbeeld. Nou, rotvoorbeeld. Een stuk als mensen uit Essen luisteren. Dat is echt stop, niet zo bedoeld. Jesus, guy. Maar wij waren bijvoorbeeld laatst. Waren we bijvoorbeeld het Roergebied ingereden. Het klinkt een beetje alsof je dingen om je band moet doen. Ja. Dat je het Roergebied ingereden. Inderdaad. Het is pittig. Ja. Sterkte, hè, met de reis. Maar? Ja, wie bent er zo? Je rijdt zo het Roergebied in.
En het Ruhrgebied is vol met allemaal leuke roerdingen. Het is allemaal leuke roerdingen. Wat is eigenlijk het Roergebied? Weet je het niet? Nou, ik weet het van aardrijkskunde, maar ik weet eigenlijk niks. Geschiedenis. Dus je kent alleen het woord. Ik bedoel, wat doe je in het Roergebied? Wat is er nou, zo leuk aan het Roergebied? Nee, je bent er zo. Dat is hartstikke leuk. Nee, maar er zijn allemaal oude fabrieken. Ja. En daar hebben ze restaurants van gemaakt. Oké. Okay. Dat is dus hartstikke leuk. Ze kopen haar ook, maar dat ben je inderdaad niet zo. Nee, dat ben je niet zo. Nee. En het Roergebied. Zij is hier een boom aan het planten. Waar wil ze nou weer naartoe? Ja, want het is echt. Zoveel tijd. Nee, maar ik bedoel, er is een heel bos van jou waarschijnlijk, toch? Ja, zeker. En niet alleen van mij, hè? Het vluchtbos. Maar maar je hebt daar bijvoorbeeld, je hebt een aantal steden daar bij elkaar. Dus je hebt, Düsseldorf weet ik wel. Ja, ik geloof dat Düsseldorf ook wel bij hoort. Maar dan heb je inderdaad Essen, zoals ik zeg. Je hebt Duisburg, je hebt, ik wil zeggen Osnabrück. Maar dat is volgens mij niet, dat is helemaal aan de andere kant van Duitsland. Maar in ieder geval, ik schiet je er niet allemaal voor neer. Steden waar je allemaal naartoe kan. En waar musea zijn, dingen. Het is echt wel leuk. En het is, je bent er zo. Nee, maar ik vind het leuk. Ik vind het leuk dat je. Het is hier ook echt veel te warm, hoor. Dat moet ik eerlijk zeggen. Ik denk dat mijn hoofdtrek ontploft. Maar goed, dan heb je, weet je, dat ik het vooraf heb gezegd. Nee, ik vind het echt grensoverschrijdend warm, vind ik het hier. Maar goed, ja, ik vind het erger. Nou, vandaag weet ik het even niet. Bij de Tonies hadden ze iemand voor grensoverschrijdend gedrag. Maar nu even niet, want die heeft zwangerschapsverlof. Dus nou mag iedereen even overal aan zitten. Iedereen betast en zo. Want er is even niemand. De juffrouw is weg. Dus iedereen kan doen wat hij wil. Dus dat is totdat de baby is geboren. Kees het hier een Sodom en Gomorra. Want niemand kan ergens aangifte doen. Ja. Het is verschrikkelijk. En zij denken misschien dat wij het opwindend vinden om hier te zitten. Niet. Maar niets van dat al. Oh, verschrikkelijk. Maar goed, Jan Verstegen moest in de echte studio. Ja, dat is dus prima. Wij zitten weer beneden. Is ook goed. Wij zitten weer in de oven. Maar goed. Benieuwd hoe het licht is. Nee, wat ik ze hebben, hoeveel inwoners denk je dat Duitsland heeft? Oh, dat weet ik niet. Nee, dat snap ik. Maar hoeveel denk je moet raden? Ik moet raden, want anders. Ja. Ja. Ken je die sketch van Catherine Tate? Nee, dan, zeg dan ik zit ze op kantoor, altijd met een vast collega zitten ze achter de computer te praten. En zij zit zich altijd te vervelen en die collega wil altijd doorwerken. Dus dan zegt ze op een gegeven moment, hoe oud denk je dat ik ben? Nee, je moet raden. Nee, ik kan niet raden, zegt de collega. Nee, je moet raden. Kom op, raad nou gewoon. Maak jou het uit. Zeg gewoon hoe oud je denkt dat ik ben. Nou, ik weet echt niet. Ach, kom op, je moet gewoon iets raden. Zegt ze, want iemand had gezegd van je lijkt wel, had je leeftijd bij gezegd. Wat denkt hij? Hoe oud dat je dat ik was. Zegt ze, nee, dat weet ik echt niet. Nee, je moet het zeggen. Dan zegt ze, oké, hij dacht dat je 16 was. 16? Hij was niet blind. En dan, dus, maar dan op een gegeven moment zegt ja, weet ik niet, 43. 43? Dat is nooit goed. Dat is nooit goed. Dat is heel erg. Dat is wel leuk. Hoeveel? Nee, dus zeg het maar gewoon, want ik ben doodsbang nu geworden. Raden, je moet raden. Hoeveel inwoners denk je dat Duitsland heeft? In 2021, september. Dus in september 2021 hebben ze alle Duitsers geteld. En hoeveel denk je dat ze uitkwamen? Nee, je moet zo zeggen. Dus printen zijn later erin. Dus wel, dan doe ik zo. En dan zeg jij, huh? Hoe dan? Hoe weet je dat zo precies, zeg ik dan? Dat dacht ik. Oh. Hoeveel? 83,2 miljoen. Nee. Jij dacht veel minder. Ja, veel minder. Veel. Ik dacht nog niet eens 20 durfde ik, had ik niet eens durven zeggen. Dat was hartstikke leuk geweest, had zij gezegd. 20 miljoen had ik niet dubbel gelegen. Van zij is dom. Ja, maar die vraag in de oude moet je negeren gewoon. Nee, je moet proberen jezelf daarvoor af te sluiten. Nee, dat is niet te doen. Dat is ook nu met de hit. Dan komt het allemaal iets verder binnen. Maar vanaf de eerste eeuw voor Christus was er al sprake van Germanië. Dat was toen helemaal een soort ander iets. Maar dat was al wel Germanië. En zij denken over Nederland. Dat heb ik even opgezocht. Ja. Oh, die ja, 83 miljoen. Dat wij ongecompliceerd, simpel dus. Ongecompliceerd, joviaal en vriendelijk zijn. Tolerant
En nemen het niet zo nauw met de regels. Weinig aandacht voor duurzaamheid. Nou, dat is bij jou natuurlijk wel aan de hand. Nee. Weinig aandacht voor duurzaamheid. Onder ja. andere. Nee, je koopt wat zaden voor een boom en die groeien ergens in een parkje of zo. Ja, als ik vlieg. Dat is Kopenhagen. Hier eentje. Ik gooi uit het vliegtuig, vlak voor de kop. Hier eentje hier. Voor Marokko. Hier in de... Maar goed, dus dat denken zij over Nederlanders. Ja, okay. Ben jij gek op Duitsland? Nee. Ik zal je vertellen waarom. Mijn moeder is Joods, Joods. En die wilde gewoon niet eens door Duitsland als we op vakantie gingen. We moesten om Duitsland heen. Dus ik weet helemaal niks van Duitsland. Oh. Dus eigenlijk ook een soort haat-liefde van, wat natuurlijk helemaal nergens op slaat. Nee. Want Berlijn ben ik nu al een paar keer geweest, hartstikke leuk. München? Ook hartstikke leuk. Is ook mooi. Maar toen trouwde dus de zus van mijn moeder. De zus van Duitser. Oh. Ja, dat was natuurlijk een beetje ingewikkeld. Ja. Toen moesten we naar Duitsland. Ja. Maar dat was een trouwerij. Nee, ik bedoel, later moesten we natuurlijk haar opzoeken. Want zij ging daar wonen. Zij ging daar wonen. Dat vertelt het verhaal helemaal niet. Ja, maar nu wel. Ze ging wonen. Ze ging daar ook wonen. Ze ging wel. Ja, je bent er zo natuurlijk. Daarom. Dus zo makkelijk. En je gooit wat zaadjes naar buiten. Maar bijvoorbeeld op de toneelschool moesten wij allemaal Duitse liederen zingen. En toen dacht ik, dat is eigenlijk een hele mooie taal. Maar dan voel je dus wat een afkeer je kan hebben uit, met je moeder. Dus nee, ik had niks met Duitsland. Maar ik vind het nu wel, die steden vind ik wel mooi. Maar wat ik wel leuk... Mag ik nog iets vertellen over Duitsland? Ja, ik mag heel veel vertellen, toch? Salarissen zijn heel goed als acteur. Wist je dat, trouwens? En dat je er zo lekker hard mag rijden. Oh, dat je lekker hard mag rijden, zeker. Dat is heel fijn. Goede Duitse auto's. Ik heb een Duitse auto. Maar goed, dat wou ik echt niet vertellen. Wij hadden mijn opa en oma van mijn moeders kant hadden een vrouw... dit is een heel simpel verhaal. Hadden iemand in dienst. Oh. Zuster Kloege. En wij noemden haar altijd zuster. Zij was een soort omaatje van ons. Want zij overleefde mijn oma heel lang. Maar zij was geen familie? Nee. En zij kwam daar werken, maar zij werd familie. Oh ja, precies. Dus dat eigenlijk. Zoals de vriendinnen van je moeder tante werden. En, maar zij had allemaal dingetjes uit Duitsland. Ze had van die leepkuchen, heette dat niet zo? Ik dacht dat leebuskuchen. Maar dat waren van die koekjes. Die zijn tegenwoordig gewoon hier te krijgen. Oh. Maar jaren waren die er niet. En daar was ik als kind, kregen we elk jaar met kerst. Had zij dan voor ons zo'n zak. Nou, dat was iets... En dat vind ik soms zo jammer. Alles is gewoon overal weer te krijgen. Dat is ook leuk. Maar er is nooit meer iets speciaals van... Als je daar naartoe gaat, kan je dat kopen. Want het is overal hier te krijgen. Soms wel hoor. Ja? Sommige dingen moet je gewoon... Ja, daar moet je even naar zoeken. Maar er zijn zeker... Als je naar buitenland gaat... Weet je wel, zeker als je vaak gaat zien... Dan zijn allemaal van die zaken... dat er iets met de hand wordt gemaakt... Wat alleen maar daar wordt gemaakt. Ja, dat is waar. Alleen, dat is ook waar. Ja. Maar het is wel dat die globalisering met al die de Starbucks overal... is natuurlijk wel minder fijn. Ja, dat is ook zo. Maar die leepkuchen, maar je kent niet. Het is een soort, een soort peperkoek. Oh, ik ga het echt een keer voor je halen. Ja. Ik denk dat je het heel lekker vindt. Volgens mij is hier zo'n winkeltje ergens. Echt waar, want je hebt hier wel Engelse winkels en zo. Met Engelse leuk, dingen. Lopen wij wel eens naar binnen. Ja. Maar je hebt hier niet, ik zie nooit een Duits. Ik zie wel een Poolse supermarkt en zo. Die heb ik wel eens gezien. Misschien hebben die het wel. Oh, die zouden het wel eens kunnen hebben, En nog één, je mag het niet opzoeken, Chrisje. Hoeveel liter bier denk je dat een Duitser drinkt per jaar? Oei, dan zou ik zeggen... één Duitser, zeg je dat? Eén Duitser, dus niet een Duitse familie. Niet die 80 miljoen. Of gewoon, een Duitser. Eén die Duitser, alcohol drinkt natuurlijk. Ja, en die drinken veel. Ja. Die drinken een miljoen liter bier. Nee, één Duitser. Ik denk het is leuk om iets extreems te zeggen. Nee, maar hoeveel? Die drinken per jaar 200 liter bier. 114 liter. Maar dat is toch veel. En dat vind ik dan weer meevallen. Het langste Duitse woord, is ook leuk om te zeggen, het langste Duitse woord is Donaudampfschifffahrtselektriciteitenhauptbetriebswerkbouw unterbeamtengesellschaft. Dat is één woord. Dat is ongelooflijk, hè? Vind ik ongelooflijk. En weet je waar de kleuren van de Duitse vlag vandaan komen? Dat is zwart, rood en geel. Zwart. Komt van de adelaar. Oké, Die had in rode klauwen, had hij. Daar komt rood vandaan. En voor een gouden achtergrond. En daar komt het geel vandaan. Dus dat geel is eigenlijk een beetje goud. Wat betekent dat lange bot?
Dat betekent, dat weet ik niet. Nou, dat kan je langzaamaan gaan vertalen. Moet ik het nog eens zien. Donau, Dampf, Schifffahrt, Elektriciteit, Haupt, Betrieb, Werkbouw, Unter, Beamtengesellschaft. Het gaat in ieder geval over een hele groep mensen die... Nou, je kan het helemaal terug. Nee, het gaat over een beambte. Nee, het gaat over een ambtenaar. Ja, maar die... ook een gezelschap. Elektriciteit. Gezelschap. Ja, maar dat is beambtengezelschap. Dat is van de ambtenarenbond of ja, zo. Ja, een bond. Dus ik bedoel, het is een groep iets. Oh ja, maar zijn een gezelschap is een... Oh, gaan we ineens... Oh, nou gaan we ineens op mijn woord zitten. Ja, nu zei... Donau, Dampf, Schifffahrt. Ja, dus op de Donau iets met schepen. En elektriciteit, Haupts, Betriebs, Werkbouw, Unter, Beamtengesellschaft. Dus hij was een unterbeamte, dus niet een überbeamte. Nee, maar die een heb je ook nog. Je hebt er gewoon een beamte, maar je hebt de unterbeamte en je hebt de überbeamte. En hij was nou net een unterbeamte. Ja, beamte. Beamte, maar hij deed op de Donau veel met de Schifffahrt en elektriciteit. Zit. Dus hij deed ook, hij zit een schip, maar hij was ook druk met elektriciteit bezig. Maar is je van alles eigenlijk, werkbouw. Maar dan een heel lang woord. En Haupt, Betriebs, Werkbouw. Ja. Dus dat is ook een belangrijk. Heel belangrijk. En wist je trouwens nog als laatste misschien dat een van de meest verkochte snoepjes in Duitsland, weet je wat dat zijn? Nee. Haribo-biertjes. Haribo-biertjes? Kom uit Duitsland. Oh, Haribo komt natuurlijk uit Duitsland. Grappig, hè? Wist ik helemaal ja, niet. Ja, nee, dat wist ik ook niet. Die biertjes, die gummibiertjes. Ja. Ik geloof dat het een grap van Max Scheepmaker was, die of van Henry Vallon. Ik weet niet, oh, dat wordt natuurlijk hartstikke kwaad als ik het niet goed weet. Maar goed, hij in een... in regia's zo'n snoepwinkel binnen ging en dan tegen die vrouw zei... ja, wat vinden kinderen lekker op het moment? Briljant. Oké. Haribo snoepjes. Ja, Duitsland. Ja. Ja, sterren. Aan Duitsland. Gewoon een beetje om mijn moedertje dan mee te nemen, zeg ik... ik weet er ook te weinig van. Doe mij maar 3 sterren. Duitsland is super mooi. Er is heel veel wat ik nog helemaal niet gezien heb van Duitsland. Dus ik want rondom München. En ik wil heel graag nog naar Schwanstein. Kasteel. Kasteel, van ja. Ludwig. Daar wil ik heel graag naartoe. Dat schijnbaar is dat de meest bezochte toeristische attractie in Duitsland. Daar schrik ik altijd dan nou, van. Ja, waarom ben je daar zo graag dan wordt het dan heel druk, omdat het schitterend is. Okay. Echt waanzinnig mooi. Het is echt een soort heel raar paleis. Op een rots. Echt. Ziet er ook super mooi uit. Ja, en hij was Ludwig. Hij was een heel eigenaardige keizer, koning. En die wilde bijvoorbeeld dan wilde niet een etentje, maar dan wilde niet geen bediende zien. En dan hebben ze helemaal een soort lift gemaakt van een tafel. Die vanuit de keuken met katrollen zo omhoog getrokken kan worden. Waar al het eten op staat. En zo boven in die kamer dan meteen staat. En dan hoefde niet niemand te zien. Ja, wonderlijk. En dat is heel dat kasteel gaat er vol van. Geen gastfobie, maar personeelfobie. Ja, heel eigenaardige man. Maar heel fascinerend. Dus Duitsland. Dacht ik al. 4 gewoon. Heel goed. Dacht je het al? Ja. Want ik dacht wel dat je bent wel positief. Ik ben wel enthousiast over Duitsland. Ja, ze mogen voor mij wel iets voortkomender zijn. Dus iets meer outgoing, iets extraverter. Maar ik vind het wel, ik vind het een leuk land. En nog heel veel te zien en te ontdekken. Ja. HelloFresh. Ze helpen. Kijk, het is zo. Voor de mensen die het echt nog niet weten, maar volgens mij weet iedereen het wel. Maar je kan gewoon elke week kiezen uit 40 recepten. Mm-hmm. En dan heb je gewoon die aantal gekozen. Je mag ook als je zegt, ik wil het maar 2 keer per week. Dat kan je allemaal zelf uitmaken. En dan krijg je dat in een doos met recepten erbij. En je krijgt precies de hoeveelheden uitgemeten die je nodig hebt. Dus het is geen voedselverspilling. Nee, dat ook vind geen voedsel. Ik heel fijn. Ja, ja, zeker. Dus dat is belangrijk. En wat ik zo fijn vind is dat je elke dag een idee hebt wat je moet gaan eten. Want dat... Heel vaak weet je dat gewoon niet. Nou, schijnt dat mensen maar 8 of 10 recepten in hun leven regelmatig maken. Nou, moest kijken. Dus hier... 40 keuze. Ja, iedere week 40 nieuwe recepten. Nou, dan kan je echt wel dat bibliotheekje bij jezelf uitbreiden. Nou, en ook wat leuk is dat je dan vaak ook groenten... Ik heb wel eens bij Albert Heijn dat ik groenten zie. Dat ik denk, ja, ik loop er elke keer langs van maken mee. Nou, en dat kom je in zo'n recept tegen. Dus je leert er ook heel veel van. En je hoeft niet elke dag weer boodschappen gaan halen en zo. Dus dat is fijn. Nee, en het is ook leuk dat als je nou iets te vieren hebt...
dan kan je een luxe recept kiezen. Oh. Dat hebben ze ook. Dat staat dan en bij het menu staat er bij premium of wereldkeuken. Okay. Dus dan kan je net weer even weer iets anders doen of iets meer uitpakken. Precies. En als jij nou bijvoorbeeld nu iets zou moeten kiezen, wat zou je dan kiezen? Ja, dus nu even niet uit de luxe recepten, maar ik vind bijvoorbeeld de snelle spaghetti met citroengarnalen lekker. Dus, nou, citroengarnalen? Ja, dat is met citroensaus, ook tomatensaus. En het is gewoon heel simpel. Zoals het al zegt, een snelle spaghetti. Maar die is altijd lekker. Ja. En makkelijk te maken. En, kortingscode. Ja. Kortingscode. Daar zijn we. Kortingscode is... Hello Isa. Ja, en dan krijg je tot wel 85 euro korting op je eerste vier boxen. Niet alleen voor nieuwe klanten, maar ook voor ouderen. Als je meer dan een jaar geleden je lidmaatschap hebt opgezegd. Nou. Ja, precies. Dus, dan mag je nog steeds daar gebruik van maken. Dus, hello. Gaat eens bekijken. Hello Fresh. En vanuit de lekkere verse spullen gaan we zo naar de oranjes. naar iets ouds. Dat niet meer zo fris is. Kijk, ik kende dit blad dus helemaal niet. Dus nou blijkt dat de hoofdredacteur is Mark van der Linden. Oh ja, natuurlijk. Die doet altijd dat. Die doet de royalties, toch? Ja, maar ik dacht dat er van alles met hem aan de hand was. En dat hij misschien... ik weet het niet. Ik heb geen idee wat hij allemaal doet. Maar het lijkt alsof hij de hele blad bij elkaar heeft geschreven. Want hij is hoofdredacteur. En hij heeft heel veel hiervoor geschreven. Gewoon met name. Maar ook dat ik denk, nou, dat zou die ook wel kunnen zijn. Weet je, een andere naam van Patty. Bart. Ja, hier staat Patrick van Katwijk. Maar dat zou net zo goed dat hij dit ook heeft gedaan. Want hij schrijft echt heel veel hiervoor. Okay. En hij schrijft heel... Ja, wat is de toon? Beeldend. Dus dan schrijft hij bijvoorbeeld over Willem-Alexander en Maxima. Die gaan in Zweden op staatsbezoek. Mm-hmm. En dan is de kop op bezoek bij een dancing queen en een supertrooper. Ik weet niet precies. Ja, dat vind ik dan niet zo'n hele sterke dingen. Maar goed. Triggert wel. Ja, want hier hebben bijvoorbeeld de tekst is van Mark van der Linden. Maar de foto's zijn bijvoorbeeld ook van Patrick van Katwijk. Oh, die schrijft dus, en fotografeert. Ja, dat vind ik vaak in slechte films. Slechte films met heel, heel weinig budget. Zag ik laatst ook. Dan doen ze een... Weet je, dan komt er iemand aan. En dan hebben ze allemaal pers rondom die ene. En toen zag ik laatst iemand. En die had een fototoestel. Maar die riep ook vragen. Oh ja. En dat is eigenlijk nooit. Nee. Je hebt nooit iemand die en foto's maakt. En ook nog zegt. Maar hoe lang gaat het nog duren? En ondertussen. Nee. Dat zie je eigenlijk nooit. Dus dat zie je altijd als een slechte film is. En daarom dacht hij. Ik doe het niet onder mijn eigen naam. Nee. Dus doe ik Patrick van Katwijk. Ja. En... maar goed, misschien bestaat Patrick van Katwijk, zit zijn moeder nou wat te luisteren. Zegt nee, onze Pet die is er dag en nacht mee bezig. Ja, dat is zijn nieuwe hot. Ja. Nou ja, goed. Maar goed, Willem-Alexander, hij begint het verhaal zo van het staatsbezoek in Zweden. Willem-Alexander zat in de cockpit toen het prachtige regeringsjet landde op Zweedse bodem. En dan gaat hij door. Tegelijkertijd is de Zweedse koning van alle macht ontdaan. De politiek zou hem kunnen dwingen afstand te doen van de troon. Iets waar vanuit het publiek waarschijnlijk maar weinig protest horen zal zijn. Maar goed, Victoria verwelkomde het paar. Ik vind het zo grappig dat hij zo praat. Maar goed, genoeg daarover. En dan heeft hij het over Victoria. En hoewel het zonnige weer was, waaide er een ijzige wind. En werd van het plan om per open koets naar het paleis te gaan afgezien. Eenmaal op de binnenplaats van het paleis, waar de wind als een soort draaikolk over het plein raasde, had de koningin grote moeite om niet à la Marilyn Monroe in haar ondergoed te komen staan. De gewaagde split en de dunne stof zal ze betreurd hebben. Jeetje. Nou. Inderdaad, super beeldend geschreven. Hè? Dat is. Maar dan gaat hij wel. Daar moest ik dan ook weer heel erg om lachen. Want het is een heel enorm lang stuk. Ja, dat is echt zo. Los. Maar dan gaat hij de hele toespraak van. Wordt ook uitgeschreven. Carl Gustav, die schrijft hij op. Ja. Zo kom ik wel aan mijn woorden. Ken je die sketches van Little Britain? Dat die Barbara Cartland, zeg maar zo'n schrijfster, ligt dan op een bank. Ja. En die zegt, how many pages? En dan zit iemand te typen en die zegt dan, 2 pages. Oh, then she took the Bible and began reading. En dan gaat hij gewoon, and then quote the Bible. En dit is een beetje ook zo, van how many pages? Ja. Dan wil hij natuurlijk aan zijn letters, zijn woorden te komen. Zo kom je daar wel. En zo komt hij er. Maar wat ik nog wel interessant vond aan het stuk, en daar hebben we hier eigenlijk helemaal niks over gehoord. Maar opmerkelijk was dat kroonprinses Victoria het Groot Kruis van in de Orde van de Nederlandse Leeuw kreeg.
deze onderscheiding is normaal gesproken alleen voor staatshoofden. Dus het is heel, heel bijzonder dat ze dat krijgt. Tegenover de hoge onderscheiding van Victoria stond de relatief lage onderscheiding die haar man Daniel kreeg. Normaal gesproken wordt er geen onderscheid tussen partners gemaakt bij de toekenning, maar prins Daniel kreeg slechts het groot kruis van de Nederlandse kroonorde, een huisorde van het Koningshuis, en geen officiële Nederlandse staatsorde. Dat is ook raar. Jouw telefoon gaat. Ja, maar dat horen we gewoon helemaal niet. Dat is ook iets, of hoor je het wel? Oh ja? Ik had het geluid uitgezet. Het is wat met jouw telefoon, hè? Nee, maar dit is echt... Dit, ik moest dit doen om op te zoeken. Ik moest dit doen om... Ik kan er niks aan doen. Ik kan er echt niks aan doen. Want jullie zijn groot en ik ben klein. En dat is niet eerlijk. En dat is inderdaad niet eerlijk. Nou, maar nu dus hij kreeg een mindere prijs. Ja, maar nou blijkt dus, als zij naar zo'n land gaan, dat zij een koffer vol hebben met allemaal medailles. En die delen zo'n hele familie waar ze komen uit. Dat vind ik dat eigenlijk niet nog in de koffer. Nee. Wilde die hebben? Want die hebben hier nog liggen. Dus ja, maar wel maar één. Wat staat erop? Ja, grote orde. Van, ja, prima. Dat is prima. Hartstikke leuk. Dat is hartstikke leuk. Ja, maar dat is toch, vind ik dat zo gaat. Ja, ik vind het eigenlijk helemaal niet goed. Maar wie geeft dat dan? Alexander en Maxima? Ja, geven dat? Die geven het allemaal aan elkaar. Zij geven dus allemaal, want dan krijgt die weer van die de kruis. En dan krijgt die weer van die het grote orde. Nee, ik vind dat eigenlijk toch niet goed. Vind je wel? Ik het niet goed vind. Ik vind het gek. Het is een soort kinderlijke kroontjes opzetten. Ja, en dan zegt hij ook nog, Mark van Linden van de Koningin Maxima had dan heel erg uitgepakt met de juwelen. Want ze weet dat de Zweedse juwelencollectie enorm is. Want daar houden ze ook allemaal van elkaar bij. Vind ik ook zijn eigen nadeel dat je precies weet van allemaal. Oh, zij gaat die... weer uitpakken. Dan ja. Kijken of ik als ze maar niet die gele diamant weer opdoet. En dan komt ze binnen. Ja, oh, hoor. Zij heeft die altijd die ogen zo weggedraaid. Ja, ja. Maar ja. Ze verraste wel met nu is die raden, zegt die Koningin Maxima. Ze droeg een armband met de portretten van haar 3 dochters. Nou, die zou ik ook wel eens willen zien. Maar heeft hij geen foto van gemaakt? Geen foto van gemaakt. Okay. Maar goed, dus dit was het Zweedse Koningshuis. Dan vind ik het een beetje irritant dat Patrick van Katwijk heeft een heel stuk over alle bijbaantjes van al die prinsen en zo. Ja, wat maakt mij dat uit? Hij een DJ is. Dat vind ik vind die Bernard echt met die grote brillen en zo. Ja, en de TT en as. Ik weet niet hoeveel bomen hij daarvoor gaat planten. Dat is niet te doen. Maar dat is gewoon echt niet, dat is echt niet te doen. Margarita wordt 50. Oh. Dat vind ik natuurlijk fascinerend iemand. Wel. Ja. Moet ik eerlijk zeggen. Want laten we niet vergeten hoeveel problemen zij ons heeft gebracht. Oh, wil je toch dat nog met even HP. Delen? HP de Tijd, weet je toch nog wel? Was die interviews die zij gaf samen met Roy van Zaren. Ja. Ja, dat was wel samen ook. Oh, ja. Ik zat namelijk alleen maar aan hem te denken. Nee, zij was daar toen bij. Zij heeft het eigenlijk allemaal een beetje met z'n tweeën een beetje aangezien. Ze hebben het allemaal vergeten. Maar zij vertelde dat het allemaal gedoe was met het cadeau wat ze moesten geven voor het trouwen van Maxima. En dat vind ik allemaal fascinerend. Vond ik heel leuk dat ze uit de school klapte. Ja. Maar goed, zij wordt nou 50. En er stond een hele mooie foto in, vond ik. Van koningin Juliana. Een foto die ik nog nooit had gezien. Toen werd ze 50. En tenminste in dat jaar. En er was een statieportret. Maar dit is toch... Oh, ja, ik snap dat je dat met een mooie jurk ook. Maar ook zo India's-achtig. Ja, ook met die lagen zo. Maar we zullen wel even deze op Instagram ook zetten. Want die foto heb ik echt nog nooit gezien. Heel ze mooi. Staat er wel op alsof ze alleen om de foto staat. Ze negeert Bernard. Ja, en Bernard die is eraan geplakt later. Nou, het lijkt wel of ze allebei een eigen fotograaf mee hebben genomen. Want Bernard staat er gewoon helemaal de andere kant op te kijken. Zie je, die staat gewoon naar een andere fotograaf te kijken. Nou, maar eerlijk gezegd, kijkt zij een beetje. Zijn we nou klaar? Hoe lang moet dit duren? Ja, zij heeft het wel een beetje gehad met iedereen. Het was niet Mark, maar een Mark van de Linde. Ja. Een wonderbaarlijk blad. Ja, zou je het willen hebben? Zou je het willen lezen? Vaker? Nee, ik hoef het nooit meer te zien. Nee. Je neemt er afscheid van. Nee, ik vind, neem er afscheid van. Het is niet alleen omdat het hier nu echt zo heet aan het worden is. Maar dat is ook omdat ik denk, ik weet het nu. Je hebt het gehad. Ja, ik heb het gehad. Dan gaan we nu naar... Etiketten. Mag je een leugentje vertellen? Als je weg wilt tijdens een date... Ja, we hebben hier een kleine enquête hier gehouden. Ja. Dus met Chrisje en Milo. Die vonden alle twee... Ja, toch Chrisje vond het ook. Ja, zonder probleem ook gewoon. Hè? Ja. Meteen ja hoor. En er kwam ook meteen een goed voorbeeld. Ja. Wij spreken gewoon af dat ik iemand app. Nu bellen. En dan word ik gebeld. En dan kan ik weg. Dat hoor ik wel vaker. Dat is natuurlijk ook wel de manier waarschijnlijk. Maar dat is wel heel doorzichtig. Ja, want als je echt gebeld wordt... Doet dat.
dan lijkt het ook weer zo'n smoes. Ja. Dus iedereen zegt, oh ja, nou word ik net gebeld. Want mijn oma zit in de gevangenis. Want mijn oma is opgepakt, ja. Dan moet ik echt nou naartoe. Ja, dus het is moeilijker om te zeggen van, goh, dit gaat niks worden. Maar het zou wel zoveel fijner zijn. Wat maakt het uit? Nee, want ik vraag me ook altijd af. Kijk, ik ben nooit heel erg aan daten geweest. Maar sowieso natuurlijk de laatste 25 jaar niet. 36 jaar. Maar doe je dat dan voordat je het eten hebt besteld? Ik ga ook even vanuit dat je in een restaurant hebt afgesproken voor de lunch of zo. Nou, maar kijk, daar moet ik al meteen even aanhaken. Dat is de fout, denk ik, die heel veel mensen maken. Ja, of je kent iemand natuurlijk al langer. Maar zo'n eerste date moet je niet gaan eten. Dan moet je een kop koffie drinken, een wijntje doen. Nou, kijken zij me allebei aan. Huh? Je weet eigenlijk toch vrij snel als je iemand ziet of je iemand leuk vindt. Ja. Dat schijnt geloof ik al in de eerste 5 seconden te gebeuren. Heb ik wel eens gehoord. Dus ja, dan heb je pech. En je kan wel zeggen, nou ja, dan ga je gewoon leuk een avond eten. Ja, als je mazzel hebt, is het een aardig iemand. Ja. Ga niet op een boot. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ja. Ga sowieso nooit op een boot. Nee, maar wat is dit dan? Ga zeker nooit op een boot. Op een date. Op een date, maar liever ook niet op een feest of zo op een boot. Nee, maar daar gaat het nu niet over. Nee, het gaat over ik geef jou een keer ruimte hoor over een boot. Oh, dan gaan we een keer als thema doen, boten. Maar ik vind, waarom zeg je het niet gewoon? Kijk, ik vind niet dat je het meteen hoeft te zeggen. Ik heb een paar keer gedate op zo'n app. Dus dat ik een koffietje ging drinken. Ja, kinky.nl of zo. Nee, ik weet niet precies waar dat is. Wat is dat? Nee, dat heet Inner Circle. Dat is gewoon zo'n app. Ja. Of whatever wat mensen voor apps doen. Maar dat je gewoon gaat daten. Ja. Je denkt, het is een leuk iemand. Je appt een beetje heen en weer op dat ding. En dan denk je, we spreken af. Ja, dan komt er iemand binnen en denk je, het is het niet. En dan loop je samen naar buiten. En dan ben ik ook altijd bang, moet jij die kant op? En denk ik altijd, ik wil nu echt stoppen. Zeg ik, nee, ik moet de andere kant op. Ik ben altijd eerst die het vraagt, jij moet die kant op? Dan denk ik, dan kan ik weg. En dan heb ik 2 keer gehad, zullen we elkaar nog een keer zien. Dus de eerste keer was thuis, dat ik dacht, ik had het meteen moeten zeggen. Ik had meteen moeten zeggen, nee, dank je. Toen vond ik heel eng om dan te zeggen, ik vond het hartstikke gezellig, maar nee. Dat heb ik wel meteen gedaan. Die tweede liepen we naar buiten samen. En toen dacht ik, het was het echt niet. Dus ik dacht, ik ga het nu gewoon meteen zeggen, voordat hij zegt. Oh, hij was een beetje aan het insinueren, zullen we afspreken nog een keer? Toen zei ik, ik ga het maar meteen zeggen. Ik vond het heel gezellig, maar ik voel niet dat om daarmee door te gaan. Maar ik vind het allemaal zo treurig. Maar goed, wat daar gaat het doen. Oké, nou ja. Nou, ik ook niet hoor. Ik vond jou ook echt. Oh, maar dat zie je toch altijd met dat op televisie. Ja. Oh. Ja. Maar goed, mag je een leugentje vertellen? Ja, kijk, je moet natuurlijk zelf weten wat je doet. Als jij denkt dat je dat nodig hebt. Nee, want je wil mensen niet kwetsen waarschijnlijk. Je durft het niet. Ik weet niet. Maar ik zeg het liever wel. Ja. Want daarna is natuurlijk ook nog een leven daarna. Dus dan heb je gezegd, mijn oma is opgepakt. Ik moet die uit de gevangenis gaan halen. Binnen twee uur. Dus die moet ik gaan halen. En dan zegt hij, dan bel ik je morgen, vanavond. En dan belt hij morgen. En dan neem je niet op. Want dan denk je, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ja. En dan appt hij je. En dan wordt het kleren brengen naar mijn oma. Want het lijkt toch een langer proces te worden. Ze schijnt ook drugs in de BH gestopt te hebben. God mag weten waarom. Het wordt een groter probleem met mijn oma. En dan kom je die man na 3 weken tegen. Maar dan kom je die man na 3 weken tegen. En die zegt, hoe is het met je oma? En dan zeg je, prima. En dan val je door de mand. Want dan ben je vergeten. Nee, dus het hele verhaal als je tegen iedereen gewoon zegt, die oma wordt opgepakt. Dan weet je, dat is mijn vaste go-to leugen. Ja. Oh, maar van dat die je met iemand deed die zegt, ben jij dat van dat verhaal? Nee, want je moet gewoon iets pakken wat heel ongeloofwaardig is. Daardoor wordt het geloofwaardig. Want als je gewoon zegt van, dus je kan het beste iets heel erg genaderen. Ze denken, daar gaat ze echt niet verzinnen. Dat die oma, want wie is daar trots op ook, dat die oma is aangehouden voor mensen smokkel. Hoe zou je erachter komen, drugs in de BH zo snel? Bij met die oma. Hond. Ja. Dus, het mag. Hij mag alles. Nee, maar dat is uiteindelijk de boodschap. Dingen. Nou, heel goed. Dan zijn we er weer. Dan zijn we er weer. En dan zijn we er ook heel snel weer. Ja, tot dan. Tot dan. Doei.